Yes, okay. De warm-up van vandaag. Tenminste, als je een dumbbell hebt of eventueel zo'n shaky can als dit, is de dumbbell squat clean warming up. Yes, wij werken vandaag met één dumbbell, maar uiteraard kan je deze ook doen met twee dumbbeltjes, mocht je die even thuis hebben. Het hoeft niet zwaar te zijn, maar het gaat erom nu wel dat je continu in beweging blijft. Wat gaan we doen? We beginnen eerst met 1 minuut bootstrappers. Dus zet je stopwatch aan en dan gaan we naar bootstrappers toe. Voeten vastpakken, tenen, zak in de squat en recht. Je blijft eigenlijk continu 1 minuut lang in beweging. Niet heel snel te gaan. Als je maar in beweging blijft. Zo over de helft. Maar mooi recht blijven. Kijk af en toe even naar voren. Door na 10 seconden lang air squats maken. Yes, kom hier recht. Maken we 10 seconden air squats. Nadat we 10 seconden air squats gemaakt hebben, blijf je gelijk zitten in een minuut lang squat hold. Gaan zitten en te vallen, probeer een actieve rol te houden. 25 seconden. Voelt het goed branden? Laatste 10. Gezet worden, dan pak je je dumbbell of je pakt je old object van vandaag. Pak even in dit geval de dumbbell. En dan gaan we beginnen eerst met het maken van 5 goblet squats. De bedoeling is dat je continu eigenlijk die dumbbell probeert vast te blijven houden. En aangezien wij er met eentje werken, gaan we steeds omwisselen 5 per hand. Oké, we beginnen eerst met goblet squats. Voor ons houden maken we 5 goblet squats. Maken we 5 deadlifts. 10 deadlifts. Oké, gaan we naar hang muscle clean. Muscle clean is waarbij we het gewicht cleanen zonder dat we een extra dipje eraan toevoegen. Ja, hang wil zeggen net ter hoogte van onze knieën blijven. Vijf, hap, en wisselen we om de andere kant. Dan gaan we naar high hang muscle clean. Dit is veel korter, moet een stuk explosiever zijn. Vijf, en naar de andere kant. Dan gaan we naar muscle cleans vanaf de grond. Aantikken.
power cleans. Dus nu mag je wel eindigen met een dipje. Dip. En. En andersom. Oké, laatste stukje zijn de hang squat cleans. Dus nu zakken we volledig in een volle squat. Eerst de hang, knieën, daarna de high hang, boven de knieën en daarna de gewone. We gaan, hang squat cleans. Wissel. High hang. Kant. En bijna. En vanaf de grond. Laatste. Right. Oké, dit was de warming-up. Squat clean, warm-up. Succes!